Hij is nu net uit de therapie, waarbij hij nog verder naar beneden is gegaan in zijn NRS-scores. Zijn kracht is enorm omhoog en die loopt nu eigenlijk zeer ontspannen terug in het leven. Dus dat is... wat wil ik allemaal laten zien aan jullie? Ik heb een aantal cijfers over die toepassing. Hoe vaak passen we er naartoe? Hoe passen we daartoe in de nekrevalidatie? Dus wat is het plaatsje binnen de behandeling? Waar zit dan die VR-bril? En dan wat we in de toekomst hopelijk nog kunnen gaan verwezenlijken met de VR-bril. De cijfers. 21 juni heb ik voor het laatst nog gevraagd hoe zit het met de cijfers, hoe vaak hebben we ze gebruikt. 64 cliënten hebben we gezien, waarbij we de VR-bril hebben toegepast. 59 actieve patiënten. Nou moet ik zeggen, wij zijn niet zo heel goed in het afsluiten van patiënten. Ze gaan het systeem in en op een gegeven moment zijn ze uitbehandeld. Maar om ze dan af te sluiten, dat is weer dat stapje wat nog wel eens vergeten wordt. 14 keer is dat wel gelukt. En in het totaal 655 behandelingen ondertussen. Dus ik denk dat we ondertussen wel kunnen zeggen dat we ermee overweg kunnen en een idee hebben van hoe we ermee moeten werken. Ja. Ik denk dat het ongeveer een 2 jaar is. Dus ja, ik denk ongeveer in 2 jaar. Dus zeg een 300 patiënten per, of behandelingen per kalenderjaar. Dus dan zitten we ongeveer 1 per dag. Hè? Dus ik denk dat we het redelijk vaak toepassen. En de laatste tijd, moet ik zeggen, wordt dat meer toegepast. Want de ICT is nu wel volledig mee. Dus die maanden dat we dat niet konden doen, die zitten ook in die cijfers. Onze nekrevalidatie, hoe ziet dat eruit? Het begint altijd bij de dokter. Die bepaalt of een patiënt voor de nekrevalidatie in aanmerking komt. Dan is er een infosessie over hoe gaat het eruit zien. Dat is samen met de rug en de nek. Dat is een beetje één geheel. Na die startsessie die in groep is, zijn het individuele behandelingen. Zodat iedereen ook op zijn eigen moment kan komen. We hebben daarin 3 testmomenten. Aan het begin, halverwege en aan het eind. Dat ga je straks ook terugzien in onze rapportage. Zodat we een beginmoment hebben. Een evaluatie in het midden en aan het eind. En dan is het altijd weer terug naar de dokter die verder bekijkt hoe het gaat met de patiënt. En of er nog dingen moeten gebeuren. Wat doen we dan? Eerst een anamnese, wat Kiki al zei. Dat kan je natuurlijk niet met een VR-bril doen. Dat moet je gewoon als een tête-à-tête doen. Wij doen ons normale onderzoek, wat denk ik iedere kinesist doet als hij een nieuwe patiënt ziet. Het normale basisfunctieonderzoek, eventueel toegevoegd onderzoek. Dus die eerste behandeling bestaat uit gewoon een screening van die patiënt. We leren ze de 2 keren daarna huiswerkoefeningen mee om ze actief te krijgen. Wij gebruiken ook de RedCord. Ik weet niet of iedereen dat kent. Een suspensiemanier. Daar gaan we mee oefenen. Dus dat is het eerste wat de nekpatiënt op zich af krijgt. Allerlei rode draden. 50 shades of red, zeg ik altijd. Dan vanaf de 3e keer dat ze bij ons individueel komen, dan introduceren we de VR-bril. Dat is de eerste meting die voor de range of motion die we doen voor de patiënt. Dat is wat teruggaat ook naar de dokter. En inderdaad, wat Kiki al zei, omdat het een gevalideerd toestel is, kunnen we inderdaad ook aangeven hoeveel graden het is. En in de evaluatie kunnen we ook zien of daar verschillen in zijn. Dus dat was een van de redenen dat we zeiden van de VR-bril is interessant. Want bovenop het hoofd kijken en kijken waar die neus naartoe mikt is niet helemaal valide, denk ik. Daarna gaan we naar de VR-bril gaan we iedere behandeling eigenlijk weer toepassen. Dus wat doet de patiënt? Die komt binnen. Die gaat een stukje, een aantal kwartier, 20 minuten toch wel in de RedCord. Wordt die opgehangen. Ze overleven het allemaal. Daarna gaan ze naar de VR-bril. Waarbij ze, de RedCord is meer voor kracht. De VR-bril is mobiliteit.
Onder andere coördinatie, stabilisatie. Wij hebben er bewust niet voor gekozen om daar toestellen voor te gebruiken die je wel in andere dingen ziet, waarbij het in twee richtingen bijvoorbeeld een krachttraining geeft. Wij hadden het idee, we willen die coördinatie, die stabilisatie en die mobiliteit willen we eigenlijk in één vangen. Want ik denk voor een onderrug is kracht veel belangrijker. Voor een hoofd is stabilisatie eigenlijk veel belangrijker. En daar zagen wij de VR-bril als een goed instrument in. Dus hier heb ik een patiënt genomen. Is een echte patiënt die echt heel veel vooruit is gegaan. Dus de eerste, je ziet daar een datum staan, eerste meetmoment. Dan gebruiken we dus wat Kiki net liet zien, die range of motion meter, waarbij je ook kan zeggen van je moet het lijntje volgen naar boven, zodat ze inderdaad een deftige flexie maken, een deftige extensie, een deftige rotatie en een lateroflexie, dat je niet een gecombineerde beweging krijgt. Dat noteren we, dus dat zie je daaronder. De NRS-scores, dat is gewoon, dat vragen we en dan volgen we daarin corpus VR in de mobiliteit, in stijfheid, meer spierspanning en in pijn. Zodat we daar een beeld van hebben, dat we een startbegin hebben en dat we daarna kunnen evalueren. Daarna zie je test 2, een paar maanden later, of anderhalve maand later. En dan zie je eigenlijk dus dat, zeker bij deze patiënt, ik zal hem schetsen. Het was iemand die eigenlijk bij de schouderrevalidatie kwam, heel lang last had. Daarna de collega's van de schouders die zeiden van ja, maar dit is meer een nekprobleem. Gewone therapie gebruikt, hielp eigenlijk niet, want meestal kwam die al zo binnen. En als je maar aan zijn nek zat, dan schoot alles in de lucht. Hebben we toch in de nekrevalidatie gebracht en is, zoals je hier kan zien, echt wel een stuk opgeknapt. Hij is nu net uit de therapie, waarbij hij nog verder naar beneden is gegaan in zijn NRS-scores. Zijn kracht is enorm omhoog en die loopt nu eigenlijk zeer ontspannen terug in het leven. Dus dat is toevallig. Ik denk, dat is wel een goede patiënt. Dat was wel een hele goede patiënt. Hier nogmaals wat Kiki al een beetje heeft gezien. Dus dit is het begin van de behandeling. Opstarten duurt ongeveer 5 minuten. Dus vanuit de redcord, als ze even gaan zitten, hebben ze sowieso een momentje dat ze de bloeddruk weer goed op peil moeten krijgen en eventueel wat duizeligheid zouden kunnen hebben vanuit de redcord. Dat is eigenlijk het moment waarop ik zelf de VR-bril al kan opstarten en hem eigenlijk kan klaarleggen, zodat de mensen vanuit een lig- of een hangpositie eerst bij een positieve kunnen komen en dan inderdaad in een zit kunnen plaatsnemen. Wij gebruiken de circumductie, omdat dat gewoon een snellere manier is om een algemeen beeld te krijgen van de range of motion van dat moment. Dus niet iedere keer alle assen, dat doen we wel bij de test, maar dat doen we niet als we gaan spelen. En dan is het 3, maximaal 4 spellen, ongeveer een 5 minuten die we doen. Dan ben je ongeveer een half uur met die bril bezig. Dan is het voor de meesten wel genoeg. Dan is het tijd om weer terug in de realiteit te komen en te zien dat het regent. Maar dat is eigenlijk, dat is ook wel voor de, ik denk voor de input die ze krijgen vanuit de hersenen, is dat wel genoeg. Eventjes. Daarna gaan we nog een stukje cardio training doen. Om ook weer alles, eventueel centrale sensitisatie wat aan te pakken. Maar dat is een beetje de plaats waarin de VR-behandeling of de VR-bril in de behandeling zit.